Vandaag ga ik verstoppertje spelen in mijn Minecraft Survival. Alleen is er één dingetje anders dan normaal. We zijn, we zijn wat kleiner. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. Bij de 5000 likes maak jij kans om ook een keer mee te doen. Jongens! Zoals jullie gezien hebben in de intro, is het tijd om op Robin te gaan jagen. We gaan vandaag verstoppertje doen, maar dan blijkt hij heel klein te zijn. En ik heb met Robin hier afgesproken. Oh. Robin! We hadden afgesproken dat je klein zal zijn, niet groot. Hallo, er is iets fout gegaan. De afspraak was, we gaan verstoppertje spelen, maar je gaat klein zijn en ik ga klein. Nu ben ik klein. Jij zou klein zijn. Ja, ik ga nu zoeken. Even kijken hoor. Ja, misschien sta je hier... Hoe kan je daar omhoog klimmen? Wat is dat? Wat was dat in je handen? Is dat jouw verwisselinator? Dat was mijn telefoon. Oh, je telefoon kan gebeuren. Moment hoor, even kijken. Je staat niet hier op de toren. Kan je mijn bal van het dak afhalen? Die had ik per ongeluk erop geschoten. Oh ja hoor. Wow, shift ik groot. Maar goed jongens, laten we beginnen met verstoppertje. Robin, het lijkt me leuk als jij begint met verstoppen als eerst. Maar dan moet je al klein zijn. Je past hier ook niet... Ga alsjeblieft niet rechtop slaan, want dan beuk je door mijn plafond heen. Dus als jij gewoon even klein wordt, dan ga ik op mijn troon zitten, oké? Okay? Dan ga ik hier zo zitten. Ik ben nog steeds groot. Ja, word maar klein. Okay, kleiner dan dat. Nog kleiner. Nog kleiner? Nog kleiner. Omdraaien dan. Ik draai me om. Ik kijk niet. En nu? Oh, nee, klein! Gast, het is wel heel klein. Hallo! Hallo! Je bent zelfs... Ik kan gewoon echt op je stampen en dan ben je gewoon dood. Nee. Oké, als jij een verstopplekje gaat zoeken, laten we even... Meer. Alleen de onderste verdieping voor de eerste ronde, oké? Okay? En niet de buiten het kasteel. Alleen binnen en alleen in de onderste verdieping van mijn kasteel. Oké? Okay? Okay. Ga jij een plekje zoeken? A few moments later. Ik ben klaar. Heb je een plekje? Ja. Mag ik zoeken? Ja. Oké, okay, ik begin in mijn grote... Woonkamer, gast, maar je bent zo ontzettend klein. Nou, je gaat me nooit vinden. Oh, maar deze. Ik ga je al doodslaan. Hè? Ik heb een houten zwaardje bij me. En als ik je dood heb geslagen, betekent dat je af bent. Maar ik weet niet eens waar ik moet zoeken. Ik zou niet eens moeten... Het is zo groot allemaal. En jij bent zo klein. En je bent ook nog eens grijs. En alles is grijs hier. Ja, dat is allemaal waar. Ik ga beginnen met gewoon een beetje zoeken. En als het na een tijdje niet lukt, dan gaan we koud en warm doen, oké? Okay? Mag ik ook verplaatsen of niet? Ja, jij mag rondlopen. Je mag willen. Zolang ik jou niet vind, dat is het doel. Het gevoel dat je in zo'n open haard zou zitten of zo. Of onder tafel. Pas je ook onder één blokjes door, bijvoorbeeld? Ja. En nee, je past ook onder de slab zelfs door waarschijnlijk. Ja. Oh nee, dat maakt het zoveel moeilijker. Waar ben je? Waar ben je? Het is niet te doen om je te vinden. Ik heb het echt onderschat hoe moeilijk het gaat zijn om je te zoeken. Ja, dat klopt. Heb je mij al gezien? Ja. Echt? Jij hebt mij gezien. Oké, dan ga ik zoeken. In ruimtes naar plekjes waar ik al geweest ben. Jij hebt me blijkbaar al gezien. Ja, dat klopt. Ik ben ook verplaatst. Ben je verplaatst? Echt? Ja. Nee, waarom? Ja, vond ik leuk. Ik vind het wel iets van jou om hier te gaan zitten in de open haard. Nou, maar daar zit je niet. Oké, zeg warm of koud. Alleen de ruimte. Zeg, nou, geef me een tip. Geef me even een tip wat je ziet. Want ik weet dat je hier in de buurt bent, want ik ben al langs je gelopen. Tip is genoeg keuze om te lezen. Ah, dan ben je wel hier. Dan ben je 100% hier of in die ruimte daar. Genoeg keuze om te lezen. Maar ik zie je gewoon niet. Zit ik in dezelfde ruimte als jij? Nee. Zal ik nu daar wel ongezien gaan proberen te komen? Nu ben ik wel in dezelfde ruimte als jij. Oh, nee, wacht. Wacht, wat zeg ik nou? Jij zit gewoon boven. Jij zit boven. Ja, of niet? Is dat een boven? Dat mag niet. We mochten niet naar boven. Sorry. Mama, nee. Dat mag niet. Waar je genoeg kan lezen. Ik zit wel op mijn oude plek. Hoezo ben je weer verplaatst? Ja, nou, ik ben alleen maar dichterbij gekomen, hoor. Zit je nu in dezelfde ruimte als ik? Moet ik even kijken. Nee. Dan zit je nu in dezelfde ruimte als ik. Ja. Je bent hier in deze ruimte. Maar ik kan je gewoon niet vinden. Wat is er? Wat is er? Waar ben je? Nee, ik deed iets wat ik niet had verwacht wat komt. Abonneer op Rick Voor staat hier. Een bordje heb ik gevonden. Van dit is een survival. Jij hebt iets gedaan wat je dacht dat niet kon. Maar waar zit je dan? Zit je in de bloempot? Nee. Dat is wel een hele leuke om te proberen. Hè? Wow, wat moeilijk dit. Je bent nog steeds in deze ruimte. Ja. Hallo. Ik kijk jou aan waarschijnlijk, maar... Wat goed. Oh! Ik dacht, ik ga eens even
kijken waar je bent, maar je was heel dichtbij. Ik ben heel dichtbij, oké. Ja, daar ben je! Hallo! Wacht, kom hier! Kom hier, ik kan je ook gewoon niet slaan. Hallo! Dat had ik nooit gevonden. Oh, mijn... ja! Oh, wacht, daar ben je. Oh, wat... ik zat volgens mij ook nog door het blokje geglitcht, of niet? Ja, ik zag je wel, waardoor waar ben ik heel laag was. Hallo! Kom hier! Nee! Kom hier! Nee, maar het vuur is goed zo. Ik kan je niet raken. Ik sta op je zit tralies. In de gevangenis. Ik heb je te pakken. Kom hier. Even een blokje terugplaatsen. Zo. Oh, nou. Hallo. Nou, ik heb je druk, ik heb je te pakken. Dat telt. Ja. Eén keer slaan is genoeg. Oké, laten we doorgaan naar de tweede ronde waar ik moet verstoppen. Nieuw. Hey, jij daar. Hey. Vind je dit nou een leuke video en wil je meer van dit soort dingen zien? Laat dan zeker even een like achter, abonneer en reageer ook even met hoe lang jij nou eigenlijk bent. Dus ben je 1,90 meter, ben je 1,60 meter of ben je net zoals ik 20 centimeter klein? Ja, laat maar even weten. Ben benieuwd. Ik ga weer verstoppen. Joehoe! Robin, ben je er klaar voor? Ja. Ik heb nu jouw telefoon gekregen, wat betekent dat ik super klein kan worden. Ja! Boom, boom, boom. Oh mijn god, wat ben ik klein. Het is zo random. Ja! Oké, Robin, ik ga me verstoppen. Ik ga hierop staan. Ik ga me verstoppen. Ben je klaar ervoor om mij te gaan zoeken? Ja. Ja? Oké, dan ga ik me nu verstoppen. Ik kan hier... Is dit een moeilijk plekje als ik daar naartoe... Ja, ik ben geel. Dat is het ding. Ik val beter op. Ik val serieus beter op. Oké, Robin, ik heb er één. Zo, dat is snel. Ja. Ik ben bang dat het niet een goed plekje is, maar ik ga mijn best doen. Wel leuk. Je ziet mijn nametag niet, hè? Nee. Oké, ik ben ready. Even denken hoor. Waar, als ik klein zou zijn, en dat ben ik al geweest, waar zou ik dan zijn? Ik begin nog niet met hints. Dat komt pas zodra dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook helemaal nog niet. Want ik ga jou gewoon vinden. Kijk, ik weet nu een beetje welke plekjes je in kan. Jij weet hoe en wat nu. Ja, alleen de onderste verdieping. Heb je me al gezien dan? Nee, ik heb jou nog niet gezien. Nee, ja, daarom. Dus, jij kent het kasteel natuurlijk uit je lege duim. Mijn lege duim? Hoezo? Wie zegt dat mijn lege duim leeg is? Ja, ik? Ja, dan zou jij toch zo... Ja, Rick Force. Ah, heb je weer een bordje gevonden? Het is erg moeilijk om te zoeken, hè? Om iemand te vinden. Waar is dit? Ja. Nee. Waarom dacht je dat een goede plek was? Weet ik niet. Ik wist niet hoe het eruit zou zien. Laat me met rust. Nee. Nee. Ik ben onschuldig. Ik heb je. Ik ben onschuldig. Ik ben niet. Hallo. Ga weg. Zie je mijn nametag? Nee. Maar je gaat me nu ook nooit meer vinden. Ja, je zit onder de troon. Niet. Ja, echt wel. Oké, ja, ik heb je. Je hebt me. Ik vind het helemaal goed. Laten we nog een ronde doen. Oké, ga jij maar weer verstoppen. Ik ga wel weer hier wachten. Je hebt je zwaard. Oh, mijn zwaard, ja. Maar die is te klein. Daar heb ik niks aan. Wel hier. Oké. Mag ik al naar boven? Ja, we doen nu alleen de bovenste verdieping. Wacht, ga ik ook naar boven wachten. Ik vind de bovenste verdieping hier altijd een beetje discutabel. Hoezo? Wat is boven? Gewoon boven. Alles wat niet beneden is. Oké, weet je, ik ga wachten. Ik wacht hier terwijl ik dek de poort op. Kijk, zo. Ik ben hier aan het wachten. Ja, ik ben ready. Ben jij ready? Heb jij iets gevonden? Ik ben helemaal ready. Dan ga ik gelijk op avontuur. Want ik weet dat ik de bovenverdieping, jongens, heb ik iets minder ingericht. Omdat ik dat gewoon nog niet gedaan heb. Daar ben ik gewoon nog niet aan toegekomen. Maar ik zei net ook al, van ik ken de bovenverdieping ook wat minder. Daar kom je dus minder natuurlijk. Het was voor mij ook moeilijker. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat het al makkelijker gaat zijn voor mij. En moeilijker voor jou enigszins. Ik ben heel, heel benieuwd waar jij verstopt bent. Je mag niet, je bent zeg maar niet in een trapdoor gaan zitten, hè? Dat ik je niet kan zien. Nee. Nee, oké. Okay. Laten we even kijken waar ik jou mogelijk... Ik heb weer een abonneer op Rick Force bordje gevonden. Gadverdamme. Maar jouw skin die valt gewoon veel minder op dan mijn skin. Je hebt gewoon een grijze skin. Dat klopt. Dat is eigenlijk best oneerlijk. Ziet wel gebeuren dat jij hier ergens tussen zit. Tussen een van die boekenkasten hier. In zo'n sneaky holletje. Kijken hoor. Ja.
Wat is je verstoppen erachter? Nadat ik je gezien had. Hallo! Hallo! Wat is er gebeurd? Waarom ben ik ineens hier? Ja, ik schrok. Oh, je sloeg me dood. Die vind ik niet leuk. Ik ben weer klein, Robin. Achter je. Ben je er klaar voor? Ik ga verstoppen. Dag! Oké, jongens. Ik denk dat ik een hele goede plek heb gevonden. Het is namelijk hier in mijn slaapkamer. En als ik dan hier achter dit randje zo hier ga wachten, maar dan wel een beetje hier ga staan, waardoor hij me misschien kan zien als hij binnenkomt lopen. Weet je, dat hij hier binnenkomt zo, dan zou hij me precies daar kunnen zien. Maar laten we even eerst afwachten. Robin, ik heb een plekje. Waarom ben je zo snel? Ik heb wel echt een goed plekje deze keer. Ik heb mezelf verbeterd sinds vorige keer. Maar jij kent dit weer wel. Ja, er zijn niet heel veel verstopplekken. Maar ik heb wel echt een hele goeie, denk ik. Ik denk dat ik serieus echt een goeie heb. Ik ben lekker aan het springen. Oké, ik ga een tip geven. Ik ben aan het springen op bed. Op bed? Ik was op bed aan het springen. Was? Ik was eventjes op bed aan het springen, ja. Maar wacht even. Wat? Telde dat ook bij de bovenverdieping? Ja. Jouw slaapkamer. Ja. Dat is niet de volgende verdieping. Dit is gewoon... Ja, wel waar. De bovenverdieping, nee. Maar dan ga je met de trap naar boven. Echt wel. Nee. Nee! Hoe kan dat? Hallo! Hoe wist je dat ik daar zat? Gast, het was zo'n goede plek. Het was echt een gokje. Hoe kwam je brood op je buik? Hoe deed je dat? Door de trap door. Ik had niet eens door dat die trap de gast. Oh, ik dacht dat ga je never nooit vinden. Die plek daar. Hoe kan je dat vinden? Ja, ik ben ook wel verbaasd eigenlijk. Hoe wist jij? Oh my days. Oh, je had er ook ingekund. Oh, dat was nog leuker. Oh nee, dat kon niet. Hoe wist jij dat? Gast, zo'n kleine kans dat je daar ging kijken. Ja. Ik zat daar zo goed verstopt. Ik dacht, nou, dat ga je nooit vinden hierachter zo. Maar, hallo. Toch, ik dacht, ik ga even op bed springen heen en weer om je tip te geven, weet je. Oh my days. Wacht, ik heb een idee. Laten we nog één ronde doen, allebei. Maar dat we allebei klein zijn. Oei. Oké, ik heb een plekje. Heb jij een plekje? Ik heb een plekje. Onderste verdieping, hè? Ja. Ik ben mijn zwaardje wel kwijt, maar dat maakt niet uit. Jij zegt dat je op de onderste verdieping... En nu het voordeel is dat ik ook... Oh mijn god, ik heb weer een bordje gevonden bij Big Force. En het voordeel is dat ik nu zelf ook klein ben, dus... Ik zou je technisch gezien makkelijker kunnen vinden dan vorige keren. Ja, misschien wel. Nu kan ik zelf ook alle hoekjes, kiertjes en gaatjes uitpeuzelen. Ik ben benieuwd hoe snel je me door gaat hebben. Ik ook. Ik heb jou tot nu toe best wel snel gevonden elke keer. Ja, maar ik snap die vorige keer helemaal niet. Hoe je dat ooit gedaan had. Gast, ik zag dat. Ik zeg, wow, daar ga ik volgende dinges in deze pan. En nu sta jij er gewoon. Oh my days. Wat goed, hé. Weet je waar ik eerst nog heen wilde? Nou? Ik kom volgens mij. Kijk, deze. Oh my days, dat je erin had gegaan. Gast, dat had ik nooit gevonden. Oh mijn god, maar die daar net. Oh, wat grappig dat je er ineens in zat. Dat ik er ook eens spreek. En ineens sta je daar. Met onschuldig om je heen te kijken. Oké, laten we nog één ronde doen. De allerlaatste waar ik ga verstoppen. Alright jongens, we zijn hem aan het zoeken. Onze laatste verstopplek. En deze moet echt heel goed zijn. Het is niet acceptabel dat Robin ons telkens zo snel heeft gevonden. Dat mag niet. Ik snap niet hoe dat kan. Hoe hij ons elke keer zo snel heeft gevonden. Oké, jongens, ik denk dat dit een hele riskant is. En dat hij me heel snel gaat vinden. Zeker omdat hij net zo klein is als ik. Maar misschien is het ook wel leuk en gewoon een risicootje om te nemen. Ik ben ready. Ja? Ja. Oké, ik kom eraan. Oké, jongens, hij hoort me nu niet. Maar ik mag absoluut niet bewegen met mijn camera. Totaal niet. Ik ben ready. Oh, ik vind het wel heel leuk. Ik heb hele leuke gevonden. Maar ik ben bang dat je me toch snel vindt. Oh, dit had ik wel grappig gevonden als je hier had gezeten. Van op de troon. Dat ik daar gewoon daar... Mind fuck. Dat ik daar gewoon zat. Ja, dan ga ik gewoon sweepen van links naar rechts. Van onder naar boven. Oh nee, nog een bordje! Nou, dit gaat je nog best goed af, moet ik zeggen. Ja. Was het te proberen? Het
dat ze het proberen waard, toch? Ja. Ja, ga kijken hoe het eruit ziet. Weet je hoeveel moeite het kost om er precies recht in te staan? Nee, je stond er nog niet recht in. Oh, sorry. Je ik stond had er eigenlijk achter ongeveer, moeten verstoppen. Je stond namelijk ongeveer, nou ja, zo, maar dan met je gezicht eruit. Oh. Nou, wacht, dan kan ik net zo goed aan de andere kant draaien. Zo het stond je. Oh, maar deze. Het was een goede verstopplek. Het was wel een goede poging. Jammer dat, dat je hem gevonden hebt. Robin, dat was hem. Het verstoppertje ja. spelen. Ik ben extreem klein. Jij bent echt extreem groot. Niet slaan! Niet doen! Kom hier. Jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vond hem heel mooi. Jij, Robin? Ik ook. Dat ziet er zo stom uit, dit. Het klopt ook gewoon niet. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Abonneer dan zeker. En vergeet niet te liken. Bam! Dit is ook een leuk verstoppertje in Content Fame. Maar dan met 200 kijkers in plaats van met z'n tweeën. Dus gingen 200 kijkers zich verstoppen. En wij moesten ze zoeken. Voor nu spreken we het glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!